It's now or never. En dan is het weer meer again. Krijgen jullie dan ook zo'n melding van dit wordt opgenomen? Recording, ja. Ja, recording staan al bovenin. Oké. En hebben jullie nu ook een gallery staan? Dus hebben we vier beeldjes tegelijk op beeldje staan. Ja. En ik heb Bart en Cindy linksonder. Ja, heb ik ook. Ik heb 2 uur met de honden in de zon gewandeld vanmiddag. Ik zie dat je dat heel erg ziet. Ik heb niet, kan niet zien dat je met de hond gewandeld hebt. Nou. En dat was eigenlijk omdat Peter daar ook zelf mee aankwam. Hè? Die mailde toen van, zouden we niet een digitale sessie kunnen maken nu in de tijd van corona? In plaats van omdat het niet kan in het cultuurhuis. Hebben we wel gehad, kunnen we het niet digitaal maken met dat we toch in die zaal staan van het cultuurhuis. Nou, daar kwam jij, Jos, daarna mee aan. En dat vond ik een hele goeie. Zo van, ja, en dan staat die spreker daar tegen een lege zaal te spreken. Dus hoe voldoet dat aan ons concept, hè, van die verbinding en die gezamenlijkheid? En dat, hè, hoe word je dan gedragen door het publiek wat je eigenlijk wil dat de spreker ervaart? Het idee is dan dat dit deze try-out zou moeten lijken op hetgeen wat we straks in grotere vorm gaan doen. Dan kunnen allerlei mensen zich aanmelden om deel te nemen aan een Zoom-sessie. Deel je verhaal online of digitaal. Degene die de Zoom-sessie heeft georganiseerd, die heeft dan meer menu-mogelijkheden dan de kijkers. Ja, dat heb ik opgezocht. Die breakout rooms is alleen maar aan de organisator. De vorige keer had jij dat staan. En Peter, toen zei ik toch, ik heb dat echt niet staan. Maar ik heb nu hieronder in beeld breakout rooms als optie staan. En Merkel kan ons ook allemaal muten. We kunnen ons wel unmuten, maar Merkel kan ons allemaal de mond snoeren, zeg maar. Ik zal trouwens eens even kijken of ik hier bij mensen kan kiezen. Oh, ik kan gewoon kiezen bij jullie. Make host. Oké. Okay. Ik krijg in één keer onderin veel meer knoppen. Ja, maar dat is gek, want nu ben ik dus geen host meer. Yes! Werchter heeft het niet meer onder controle. Oh my god! Zag je die paniek in de ogen, Jos en Werchter? Ja, het flakkerde helemaal. Ja. Het zweet brak eruit. En dan geef ik nu het woord aan Peter, maar dan ga ik hem even op speakers view zetten. Ben ik nu op speakers view? Ik denk dat iedereen dat zelf moet instellen. Ja, als hij dat wil. Speaker view. Dat kun je, als het goed is, rechts bovenaan. Ja. Dankjewel, Myrtle. Ik zal het toch gewoon serieus doen. Dat brengt me echt op een ander plan, op een ander niveau. Dat wil ik graag even met jullie delen. Mooi. Even stil. Mooi. Ja, nee, ik wil alleen maar toevoegen dat ik knap vind, Peter, dat je dat besef hebt en dat ook in staat bent om dit op die manier te voelen, te ervaren. Zo straks zei je ook van, je gaat automatisch terug naar je eigen omstandigheden, jeugd, je vader, je moeder. En ik realiseer me dat nu, op de manier waarop jij het nu naar voren brengt, dat ik toch nog iets moet doen. Maar dan weg te gaan. Mm-hmm. Maar goed, dat besef komt langzaam. Dit soort sessies helpen wel. Je hebt ook zelf in je eigen modus even terug te zetten. Mooi, Jos, dat je dat met ons deelt. Dat met je doet, ja. En wat mij betreft is daarmee meteen ook onderstreept het effect van wat we hier hebben en wat de breakout rooms zouden kunnen doen met mensen. Ja. Ja. Hebben jullie ook het idee dat Myrtle nu een stuk zachter klinkt? Ja. Ja, het is prettiger, hè? Het is prettiger.